Niks in. Dit is een nutteloze kamer. En dit is een soort opnamekamer voor mij. Waar ik dus... Dat is dus die opnamekamer waar je het over had. Ja. Stoel. Even kijken, ik moet even close doen. Anders is er weer te weinig licht. Kom even voorbij. Ja. Kijk Rick, kijk ook naar de vloer van Osiris. Vet. Grondlicht. Ja. Ja. Oké. Pijn op mijn poot. Volgens mij heb ik een beetje kramp op mijn poot. Nou. Ha. Pijn. Jullie kunnen heel even kijken naar Rick. Momenteel. Ik weet alleen niet voor hoe lang, want ik weet niet hoe lang hij moet blijven staan voordat die kramp weg is. En waar is die toren eigenlijk voor? Toren? Dit is ook nog een speciale plaats voor het huis. Je weet toch wat, eerst dus die kamer was waar... hoe heet het nou, waar we uiteindelijk de bonusserie... hebben we toch ook zo'n locatie waar we tegen Helen strijden. Au. Geestkramp. Maar je weet toch waar we tegen Helen strijden, die officiële eerste kamer. Nou is dat die toren dus geworden. Oké. Waar ben je? Nog steeds in het huis of? Nee, ik ben nou weer terug bij de villa. Ah, oké. Die moet ook nog af. Ja. Jullie kunnen heel even kijken naar de achterkant van de borden. Oké, kramp op mijn poot is bijna helemaal weg. Mooi. Zo. Maar Rick, weet je nog een locatie die er misschien bij zou kunnen komen in Osiris? Ja. Ik bedoel, nog een school of zo? Of wat zou jij nog willen zien in de afleveringen? Wat voor een soort locatie zou jij er ook nog bij willen zien in de afleveringen? Sowieso Ryan's huis, maar die doen we sowieso. Het is een best moeilijke vraag. Ik bedoel, we gebruiken al best veel locaties. Oh, ik heb een mooi idee. Ken je voor welke locatie wordt het dan? Maar ik. Kijk dat tel, doe je? Nu die zeker. Puntje, puntje, puntje. Oh, creeper. Creepje. Creepy, creeper. Ja, creepers zijn ook heel lief. Ja. Hallo, creeper. Nee. Ik vind niet zo lief. En ik vind ze schijtvervelend. Ze blazen alles op. Wat is dit? Al-Qaeda? Wat? Wat is dit, wat? Dat is een creeper. Dat is net een creeper. Dat is net een Al-Qaeda-terrorist. Psst. Dat is zo mooi pommelen, man. Puntje. Dat maakt het een dag. Yay. Net zoals in Terraria, maak het even dag. Maak het even dag, elke keer. Elke keer als het nog wordt, maak het even dag. Maak het even dag. Ik kan het maar niet veel te vaak vragen dat. Hey, ik doe het toch meestal. Nee, dan zie je geen zak. Hier kan je het best nog wat zien in Minecraft, maar in Terraria zie je helemaal geen zak meer. Nee. Of ze moeten een helm hebben dat licht geeft of zo, maar... Zoals wij hebben. Door jouw glitchy bug. Glitchy de glitch. Glitchy bug. Glitchy in a bug. Officiële tekst van de Joxcast. Dus een soort muziek. Hetgeen wat ik tenminste met mijn stem deed. Oh, ik zie een zombie. Hallo zombie. En zombie burnt. Rick.
Burn, zombie, burn. Burn, zombie, burn. Stomme zombie. Nou, ik heb ook eigenlijk voor het eerst nazi-zombies gespeeld. Rick weet het al, maar jullie nog niet. Wat? Dat ik nazi-zombies vandaag voor het eerst heb gespeeld. Op mijn PC. Was best geinig, dat moet ik wel echt toegeven. Maar Rick, zou je dat misschien ook nog op mijn kanaal willen zien? Wat? Zou je misschien nog nazi-zombies op mijn kanaal willen zien? Nazi-zombies? Ja. Misschien kan ik er toch een serie doen. Dat is grappig. Heb jij nou ook nazi-zombies? Dat zei je toch? Ja. En je hebt het rond de 4 gehaald, zei je? Ja. Ja, hallo, ik deed het voor het eerst. Nee man, ik doe solo in de allermoeilijkste, hoe heet die klote map nou? Geen idee. Wacht, ik kom erop, wacht even. Dat is toch de vervelendste kutmap, de vervelende map. Wacht, ik kom er zo op. Hoe heet die kutmap nou joh? Jezus, nou ja, het komt erop, ik had in die hele moeilijke map, had ik level 41 solo. Maar goed, hey, deed jij toen ook al. Deed jij toen voor het eerst? Nee. Nee, deed ik nazi-zombies voor het eerst? Ja. Is het dan niet Nee, toen ik voor het eerst ging ik ook in ronde 1 al dood volgens mij. Maar toen had ik ook gelijk voor het eerst mijn PlayStation. Ik ga voor al die klote controllers even wennen. Ik was eerst ook altijd een computer-gamer. Maar ja, toen had ik nog een computer die het altijd gewoon goed doet. Die al die spellen aan kan. Als ik dat probeer op deze computer die ik nou heb, jezus, dan kan zelfs Minecraft amper aan. Ja. Het is dan wonder dat die Terraria zonder bugs afspeelt. Oh, Terraria is best kleiner dan Minecraft. Nee, joh. Kom je erachter? Wie dat nou? Nee, ik wist te langer. Oh, cool, man. Maar weet je hoe ze ook het te langer weet? Nou, ik speel misschien een lange Terraria. Een half jaar ongeveer. Nou, dat is een aardige tijd. Wat? En ik ben er ook een tijdje mee gestopt. Weet je hoezo? Nou? Ik moest natuurlijk een nieuwe laptop, alles overnieuw installeren. Had ik even toen geen zin in. En ik bedoel, dit is al mijn tweede nieuwe. In, even uit mijn hoofd gezegd, 7 maanden tijd. Jezus. Ja, mijn gewone computer. Die ging dus kapot door heel blij en beschadiging aan het moederbord. Was ik lekker klaar mee, maar niet heus. Mijn tweede, tenminste die tweede, dus mijn laptop. Die, hoe heet het nou? Tenminste, deze heb ik nu sinds serie 4, als het goed is. Nee, sinds serie 5. Moet deze laptop. Die vorige laptop die ik had, die hield het vol tot en met serie 4. En toen heeft hij dus ook, hoe heet het nou, met moederbord. Uh-huh. Daar was ik dan ook lekker blij mee. En nou, deze heeft gelukkig nog geen enkel probleem gehad. En ik bedoel, deze is zelfs beter dan mijn vorige laptop. Oké. Okay. Ja, ik heb ook een aardige geschiedenis aan computers. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn vader thuis kwam. Echt met de allereerste computer die we ooit hebben gehad. Nou, dat ding is ook gewoon echt goed, echt snel ook gewoon, hè. Die is echt gewoon 10 jaar met ons meegegaan, echt gewoon echt fucking snel. De allerbeste PC die ik ooit heb gehad. Maar ja, dat ding, toen mijn vader een nieuwe ging kopen, dus die hij op dat moment heeft, die is nog sneller. Dan kreeg ik die oude computer van hem. Binnen een week, kapot. ik weet niet, ik heb echt niet met computers omgegaan. Mijn vader heeft daar engelen geduld als de computers aankomt. Die kan echt uren wachten op af voordat de pagina geopend is ofzo. Ik daarentegen, als de pagina niet opent, klik ik nog 100 keer op die. Ik weet niet, nog 100 keer klikken. En uiteindelijk opent de pagina zich 200 keer. Ja. En ook, dat doet eigenlijk volgens mij helemaal niemand. Maar als je iets downloadt, staat er een heel mooi lijstje van. Accepteert u de bla bla bla, de voorwaarden van bla bla bla. Ja, ik heb het gelezen en ik accepteer het. Niemand. Leest het. Nee. Echt. Niemand leest het voor. Echt niemand.
iemand. Maar als je dat doet, nou, dan echt knap, dat is echt een hele teringlijst af en toe. Maar ja, ik download echt van alles ook. En heel vaak virussen zitten erin. Ja, dat is ook een beetje een probleem aan het worden. Ja. Ja, zo blijft die PC's ook niet lang leven. En ja, dan uiteindelijk, wow, krijg de PC's die je krijgt, ja, dan gaat je mij gaat je ook niet meer vertrouwen. Krijg je elke keer nog een crappier PC. En dan eindig je met het stuk ongeluk wat ik nou heb. Ja. Dat nog verdomme nog niet eens een 2D afbeelding kan spelen. Nou ja. Nou, 2D afbeeldingen die speel je niet af, die kan je alleen bekijken. Denk 3D. Nee, oké, okay, dat snap ik ook wel. Waarom zei je het dan verkeerd? Ja, ik hou je kop, man. Je verwart me. Dat was dus ik de bedoeling. Oh, als we nou op school waren, jongen. Oh. Echt waar? Wat zou er gebeuren? Nou, dan had ik waarschijnlijk niks gedaan. Was er altijd problemen gekomen, maar ik had gedreigd, jongen. Ik had gedreigd. Ja, en dan had je dus problemen met mijn Reinhard. Ik heb nutteloos. Ja, als ik je stuur, ga je het niet aan Reinhard zeggen. Hoop ik. Als je het gebruikt wel. Hoop ik. Even vraagje. Oh, er komt nog even iets. Ik moet weer even op pauze, dus tot zo. Hij is weer. Zo, daar ben ik weer. En ik zet weer even op dag. Schuin set. Time set 0. Zo. Hoi. Erik, weet jij nog iets leuks voor de kijkers? Iets leuks voor de kijkers. Iets leuks voor de Nightmares. Ja, dat is snel gezegd. Nee, ik zal even iets verzinnen. Wat willen jullie een keertje meemaken op mijn kanaal? Een dronken Rick? Dat gaat denk ik niet. Een dronken Rick willen ze niet meemaken. Ik zelf ook niet. En dronken Ryan, want die gaan we... Dat is al makkelijk. Wat? Nou, dronken Rick willen ze niet meemaken, dus dat gaan ze ook niet meemaken, want ik wil het zelf ook niet. Dus. Nee. Maar een dronken Rylan? Een dronken Rylan? Ja, het is lekker veel verschil, dat Einstein. Nee, maar dus in de serie, ooit op een gegeven moment, is hij dus een keertje dronken met Robin. Rylan dronken? Ja? Hé, man, dat vertel ik een beetje. Hoe kan hij dronken zijn? Hij is een fucking autoshoot. Hij is een autocoureur, man. Hij moet als enige van iedereen moet hij weten van ja, drinken is fucking slecht. Raak je rijbewijs kwijt. Nee, hij drinkt op een feestje en wie moet hem dan straks naar huis brengen? Feestjes, ik ken het. Feestje, ja, daar drinkt iedereen. Wat? Op een feestje drinkt iedereen. Dan bedoel dat dan moet door hooi te drinken. Ja. Wat is dat? Dat is gewoon, dat hoort. Maar meld erom. Hij is natuurlijk geen feestganger. Als je niet drinkt op een feestje, dan heb je gewoon geen leven. Ja, want even denken, want we moeten nog een verjaardag inplannen in Osiris. En ik denk dat ik al weet welke. Tenminste, van wie zou jij een verjaardag in Osiris willen meemaken? Een verjaardag van iemand. Ja, Helena misschien of Sophie? Ja, mij maakt het niet uit wie die jarig is. En ik vraag dus aan jou om het... Jij is een goede vriend met sommige personages uit de Osiris. Helen. Ik geef alvast een hele goede naam, Helen. Helen de verjaardag, nou dat zou wat zijn. Dan zit ze daar alleen met Rick en Cindy. Wie mag katten mijn verjaardag? Ze haten mij! Yo, dat is niet zo gek, hè? Nee. Misschien kunnen we de verjaardag van mijn opa erin zetten. Jouw opa's verjaardag? Ja. Dat is leuk. Kom maar. Gezellig. Oude weppen. Opa's verjaardag is altijd lekker veel taart, mag ik open. Ja. Vandaar dus ook dat Rylan dronken wordt. Hij wordt dronken van verjaardagstaart. Nee. Dat is grappig.